Het Onafhankelijk Kiesbureau OKB heeft in het afgelopen weekend in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken een evaluatieworkshop gehouden over de verkiezingen van 2015. OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos zegt dat deze meeting de eerste actie is in de pre-electorale fase, op weg naar de verkiezingen van 2020. Op zich een uniek gebeuren, omdat de voorbereidingen 1 jaar en 5 maanden voor de verkiezingen gestart worden, benadrukt Van Dijk-Silos. Je kan niet goed voorbereiden als je niet hebt geëvalueerd wat er bij de vorige verkiezingen is gebeurd. Door omstandigheden vindt deze evaluatie van de verkiezingen van 2015 heeft nu pas plaatsgevonden. Een ander uniek gebeuren is ook dat deze evaluatie heeft plaatsgevonden met de politieke partijen die toen hadden deelgenomen en in de assemblee zijn gekomen. Dus het doel was om te evalueren en om die actiepunten aan te dragen voor het ministerie van Binnenlandse Zaken die de verkiezingen organiseert om te komen tot verbeteringen. Oh, met al waren het toch wel hele belangrijke personen, functionarissen van 2015 erbij. En daardoor kon het vrij diepgaand over een aantal dingen gesproken worden. Het zijn een aantal pijnpunten, zijn open besproken geworden ook. En dit soort evaluatiemomenten die zijn bevorderlijk voor de harmonie tussen de diverse stakeholders. Lothar Boksteen, voormalig voorzitter van het OKB en CAS, noemt de workshop een succes. Volgens hem is het een verbetering dat politieke organisaties in een vroeg stadium erbij betrokken worden. Het succes baseert hij ook op het feit dat het aantal deelnemers in de 2 dagen nauwelijks is afgeslonken. Dat zegt al wat en ondanks al het goede eten zijn mensen niet in slaap gevallen. Dus het betekent dat men zich betrokken voelde. En het is heel belangrijk, je kan eigenlijk niet te vroeg beginnen. En dat is een goed teken. Belangrijk is ook dat de zaak is afgesloten, je hebt het opgenomen, is ondertekend. Actiepunten die worden overhandigd aan de minister van Binnenlandse Zaken. Ik zit zelf in de beleidscommissie verkiezingen 2020 van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dus van die kant zullen we ook deze zaak pushen. Ook minister Mike Noorsalim van Binnenlandse Zaken toonde zich heel tevreden. Volgens hem is met deze meeting de basis gelegd om het traditionele wantrouwen weg te nemen. Het wantrouwen dat soms leeft, dat de zittende regering of het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat men loopt met de gedachte, dat weten we vanuit de praktijk, dat er allerlei fraudeleuze handelingen zullen gebeuren. Maar dat kan je wegnemen als je met elkaar communiceert, wanneer je nagaat van hey, wat zijn die pijnpunten geweest en hoe kunnen we het verbeteren. Want ik denk niet dat er een regering opstaat en die zegt ik wil oneerlijke verkiezingen organiseren. Ja, we hebben internationaal een bepaalde naam en die willen we blijven behouden. Daarom dit alles. En ik heb zo'n beetje in de verschillende groepen ook meegezeten, de werkgroepen. En ik moet zeggen, er zijn wel heel wat bruikbare aanbevelingen die voor nu ingezet kunnen worden. Omdat het niet echt zwaarwichtige dingen zijn die je moet gaan veranderen. Het zijn soms procedures, processen die goed moeten beschreven worden. Maar ook een stukje communicatie naar onder andere politieke partijen. Dat het beter op gang moet komen. Een stukje training. De workshop is gefinancierd door Binnenlandse Zaken. Noorsalim nam officieel uit handen van de OKB-voorzitter de actiepunten in ontvangst als resultaat van de workshop en ging kort in op enkele van de aanbevelingen. Er zijn een paar thema's, onderwerpen waarover men moest nadenken. Ik denk hierbij 1 aan kennis en vaardigheden en bezetting van de diverse verkiezingsorganen. Er is gesproken over een stukje van het werven van leden en personeel en dat het een stukje transparanter moet gebeuren. Profielschetsen die van tevoren vastgesteld moeten worden. Er zijn ook wat mooie voorbeelden aangegeven. Van Dijk-Silos vond een van de mooiste punten van de meeting, de Code of Ethics, die is overeengekomen. Partijen nemen elkaar voor elke verkiezing flink op de korrel.
Nu hebben de vertegenwoordigers van de politieke organisaties gezamenlijk besloten dit minder te doen. Iris had daar wat voorstellen over en daarop zullen zij inhaken. De OKB-voorzitter noemt dit een demonstratie van vertrouwen in het instituut. Met facilitering van het onafhankelijkheidsbureau. Dus dat wij het op ons nemen om partijen bij elkaar te laten komen. En dat we dus de code of ethics gaan bespreken. Die overeenkomst gaan formuleren. En dan gaan zij het ondertekenen. Toen dat kwam vanuit de politieke partijen. En het kwam vanuit de oppositionele partijen. Die er waren. Iedereen was er zo'n beetje, alle partijen. En dacht ik, hey, dit is toch wel een expression of trust in het OKB. En dat heeft mij persoonlijk wel goed gedaan. Want je weet, alle commotie rondom mijn persoon. Maar vooral ook het instituut. Het instituut heeft daarmee toch wel bewezen haar plaats te hebben ingenomen. OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos, die gisteren na afloop van de tweedaagse evaluatieworkshop de Overbridge de pers te woord heeft gestaan. Zowel het OKB als het ministerie van BISA kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst.